De wielrenner die dinsdagavond in het duingebied bij Monster ernstig gewond raakte, is oud-minister Sander Dekker. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de WOS. Hij zou zijn mishandeld door een vrouw van 42 die is aangehouden. Volgens ooggetuigen greep de verdachte de voorbijkomende fietser aan zijn arm. Deze vloog vervolgens enkele malen over de kop en raakte zwaar gewond. Medewerkers van de ambulancedienst en van de reddingsbrigade Monster hebben eerst de hulp verleend, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De vrouw zit vast op verdenking van poging zware mishandeling, aldus een politiewoordvoerder. Sander Dekker was tot maart dit jaar minister van Rechtsbescherming. Daarvoor was hij Kamerlid en staatssecretaris van Onderwijs. Van 2006 tot 2012 was hij wethouder in Den Haag.